hier, als je goed inzoomt, dan zie je heel veel heideblauwtjes. En die komt omdat hij hier de waardplant vindt. En zijn voedselplant, de nectarplant. En dat is dopheide. Wat is een waardplant? Een waardplant, dat is een plant waar een bepaald insect, dat kan een bij zijn, dat kan in dit geval een vlinder zijn, die alleen maar kan leven als dat plantje er ook is. Omdat hij dat plantje nodig heeft om eitjes af te zetten. Er komt een larve uit het eitje, een rupsje. En die kan alleen maar leven van dat plantje. Het ene kan niet zonder het ander. En dit is heide. Maar als je goed inzoomt, dan zie je niet alleen heide. Maar dan zie je een diversiteit aan allerlei andere plantjes. En al die andere plantjes, die hebben ook insecten die daarvan leven. Maar dit is een vlinder die niet eventjes een kilometer verderop kan vliegen. Dus die heeft dit kleine gebiedje nodig om voor te kunnen leven. Is er geen dapperheid, is er geen struikheid, dan zal het vlindertje verdwijnen. En dan kun je zeggen, dat vlindertje, oké. Maar dit is dan maar één soort. Maar van die vlinder leven ook weer andere dieren. Hè? Er leeft allerlei insecten eten de vogels van. We hebben net zonnedauw gezien. Ja, die moeten ook voedsel hebben. Het is echt een keten. Als je daar één schakel uit wegneemt of ontbreekt, dan is het einde verhaal. Veenmos groeit hier ook. En dat is niet alleen dit plantje, dit is er één. Maar je hebt van die veenmos ook hele kwetsbare soorten. Onder andere schorpioenmos en andere. Die ontzettend gevoelig zijn voor stikstof. En die verdwijnen. Dit is haarmos, maar die profiteert erg van stikstof. Die breidt uit en die breidt uit en die breidt uit. En die neemt eigenlijk die gebieden van veenmos over. En nou, dan kun je afvragen, van, is dat dan zo erg dat zo'n soort verdwijnt? Maar dan gaat het ook weer om het hele systeem. Dat hele systeem verdwijnt. Doen we niks, dan komt het er zo uit te zien. Dat vergrast, met name dankzij de stikstofdepositie, zijn er een paar plantjes die het extra van profiteren. En dat is natuurlijk het belangrijkste, is dit gras. Een klein aantal planten, onder andere hamers, brandnetels, distels, fluitenkruid, bramen, die doen het goed dankzij de stikstof, maar die verdringen de zeldzame soorten. Daar komt het eigenlijk op neer. Je krijgt een soort monocultuur.